via Koningsdag in Utrecht. Wij zijn Joost en Jorn en dit zijn onze 5 beste tips. Welkom in onze stad. Dit jaar is het wat rustiger tijdens Koningsdag in Utrecht. Zo zijn er geen grote feesten meer op de pleinen. Maar gelukkig compenseren we dat ruimschoots met een breed programma op de nacht zelf. Bijvoorbeeld op het Neude of het Janskerkhof, waar veel feesten plaatsvinden. En natuurlijk in onze eigen clubbasis. Ook Club Was is open tijdens Koningsnacht. En in de Central Studios in Utrecht, waar Verknipt en Nachtcollege hun krachten bundelen. Dus meer dan genoeg te doen in Utrecht tijdens Koningsnacht. In vrijwilligerscafé Averrechts kun je 27 april vanaf middaguur terecht voor de lekkerste live act. Het plein staat al jarenlang bomvol. En de leuke bijkomstigheid is dat de winst wordt gedoneerd aan een goed doel. Heb je nou niet net als wij gefeest tijdens Koningsdag? Er staat al vroeg een vrijmarkt voor je klaar in de binnenstad. Is dat nou een van je favoriete bezigheden? Kom dan vooral naar Utrecht. Daar verandert de hele binnenstad tot één grote vrijmarkt. Het ultieme Koningsdaggevoel. Als je aan ons vraagt wat het beste broodje van Utrecht is, antwoorden wij Broodje Ben. Zij zijn by far onze favoriete lunchleverancier. En wat is er nou belangrijker dan de goede bodem te leggen voor het halen van het einde van je Koningsdag? Vooruit, we hebben nog één tip voor Koningsnacht. Voor iedereen die van spelletjes houdt, Park 6 heeft ook op Koningsnacht en dag zijn deuren geopend. Ook dan vind je op 5 en 6 hoog in Tivoli Vredenburg een scala aan games. Van Twister tot een potje pingpong of speel gewoon een klassieker in de arcade. Niet voor mensen die niet tegen hun verlies kunnen. Dit waren onze 5 tips. We zien je in Utrecht.